Hoe is het met de besmetting in België dan? Nee, die loopt ook op. Loopt vandaag 87% meer dan onder de week. Ja. Maar ja, dat is Vlaanderen. Dat weet je, want je had Walen, de Wallonië en Vlaanderen. Dus natuurlijk een klein verschil. Ik weet alleen maar wat ik op mijn app ziet. Ja. Maar de overlijden is 2. En in het ziekenhuis opnames 15. Oké, je houdt maar het echt goed bij als ik het zo hoor, Jan. Ja, kijk elke dag of ik ook niet besmet ben. Ja, maar morgen die prikken nog 2 weken wachten, dan moet het goed zijn, toch? Of niet? Gewoon een wereld, man. Ja. Dan ga je een keertje aan het wijzen dan weer zitten. Lekker naar zo'n vol stadion, Jan. He? Dan weer lekker naar zo'n vol stadion. Lekker, joh. He? Tuurlijk, man. Lekker al die mensen in je bek kuchen. Nee, joh. Dan is die 2 keer geprikt, joh. Dan is er niks meer aan de hand, Jan. Want wat heb jij, wat spuit er bij jou in? AstraZeneca. Nee, dat is niet goed. Nee, ik pak dat heb je geen reet aan. Heb jij Janssen gepakt? Nee. Welke heb jij gepakt? Pfizer, de beste. Oeh, dat ziet heel slecht eruit voor je. Nee. Ik geef je nog 2 maanden. Komt zelfs uit België. Nee, ja. Dat is 20 meter mooi vandaan, godverdomme. Ja, maar toch heb je AstraZeneca. AstraZeneca, was even bij de Pfizer naar binnen gelopen. Ja. Er liep bewaking hier rond, joh. Nee. Ik kwam er niet binnen. Ik ben er goed, die ook nog vroeger mijn week om bepaalde dingen mee te nemen hier naartoe. Ja. Dat in België was. Ja, nou je hebt een soort bewakingsformulier het kleding aan natuurlijk. Je had zo naar binnen kunnen lopen. Ik ben van het DLM. Nou kom ik even voor een spuitje. Moet je dat even zeggen? Ja, goed, het is goede reclame over natuurlijk gelijk. Hè? Nee, maar die man van DLM die vindt het fantastisch als zijn naam genoemd wordt. Want daarom heb jij dat overhemd toch aan? Ja, natuurlijk. Ja. Tuurlijk, Johan. Nee, maar dat gun ik je van harte, Jan. Hey, Jan. Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronicainsight.nl. Weer rots.